Nou jongens, vandaag heb ik een nieuwe trampoline gekocht. En ik heb er een kleine van 1 meter en die had ik al langer. En eentje van 2 meter of zo. En ja, die hadden we het allerlangste, echt al sinds mijn communie of zo. En nu hebben we een trampoline van 4,5 meter gekocht. En ja, die is wat groter dan verwacht, dus we zijn nog even aan het opbouwen. Maar ja, jullie gaan het straks zien. Women at work. Dus we staan daar afkeer? Nou, het frame is bijna klaar en we gaan nu dit springnet bevestigen aan het frame. Cool. Kunnen we jumpen? Hij wordt nog hoger. En het net wordt gespannen. Oké, jongens, de allerlaatste veer. En dan kun je gaan jumpen. Yeah. Ook al is het bijna donker. 1, 2. Yes. Yes. Wow. De primeur van Afke. Het moest voor het donker nog klaar. Oh. Nou ja, het is donker. Daar gaat ze. Wow, wow, wow. Wow. Oh, deze springt super hoog. Ja? Dat het zo'n groot doek is, normaal veert dat minder goed. Ja, hij is nog niet klaar. De wand moet eromheen. Wow! Morgen ga ik trucjes doen als de rand eromheen zit. Nu is het een beetje eng, want hier zijn allemaal gaten. En dan moeten we nog schroeven in. Ah, het is super nice. Dun 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 dun. Twee schimmen in de nacht. Oké, met z'n tweeën erop. De deur vliegt bijna door de raam. Nou, morgen zien we het eindresultaat en dan bouwen we de trampoline af. Tot morgen. Dag 2 van de montage. Laatste fase, het net. Voor al de beste kooigevechten. Kwartier garantier. Oké, Bukido! Wat een ding. Zo, nu kun je jumpen. Afke mega blij met dat trampoline. Kan ze jumpen. Laatste fase constructie. Dames aan het werk. En? Veert hij goed? Jee.
Een 8.3. Kan beter. In het volgende fragment gaan jullie zien hoe ik niet ga watlopen, maar gewoon ga beeklopen. Dumpie. Ik lig nu in de beek. Lekker stokje zwemmen. Gekkie. Wat lopen in linnen? Ja. Gekke tuur. Ik ben niet gek. Ik ben een vliegtuig. Dit wil ik echt vaker doen. Jongens, dit is wel weg. Dat is meer tegen door het water, hè jongens. Lekker gezwommen? Ja. Ben je een beetje nat? Ja. Ik ben echt gaan zwemmen. Knuffel? Nee, dank je.
Ja mensen, deze video van Ties, die kennen jullie allemaal. De duct tape boot bouwen, duct tape boot nummer 2 met motor. En daarin hebben jullie ook kunnen zien dat ik zelf even in het bootje ben gaan zitten. Dat ging niet helemaal goed. Ik heb dat natuurlijk toen ook zelf gevlogd. En ik vind dat dat stukje niet kan ontbreken op ons kanaal. Dus daar kun je nu naar gaan kijken. Veel plezier! Er is wel één nadeel, er zit zoveel water in nu. Hey, missie geslaagd. Zeker. Missie geslaagd. Het is weer gelukt. Het is weer gelukt. Toppie. Het is hem weer gelukt. Dankzij deze man. Toppie. Ja, er zit super veel water in nu, dus hij gaat alle kanten op. En abonneer ook op het familiekanaal. Ik wat hier gaan zien. Bob, wil jij nog even? Ja, nu ga ik nog even. Heerlijk. Yes. Ja. Ik kan het vol lopen. Nou, daar ging je. Zo. Zo hè, was leuk. Dank Gootje. Doei. Nou, ik was duidelijk te zwaar van dit bootje. Ik kapseisde. Die mensen moesten lachen. Maar het was wel even leuk om te doen. Hier staat hij een beetje uit te leggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg leuk vonden. En abonneer, reageer en dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!